Onschuldig. Onschuldig in de gevangenis. Ik heb geen moer gedaan. Oh, hallo mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Postal 2. Jullie hebben me tips gegeven om hier uit te breken. En of dit gaat lukken, weet ik niet. Ik ga het voor het eerst proberen. Maar dat zie je wel lekker even na de intro. Okay, people, let's go to work. In the event of fire, all cell doors will unlock. Aha, dat is dus ook de tip die ik kreeg van de mensen. Je moet je lucifers pakken en... Kan ik hier wat in de fik steken? Ik denk het niet. Kan ik... Wat kan ik in de fik steken? Dit? Nee, dat gaat niet echt. Oh! Ja. Shit, ik ontsnap. Nee. We gaan ontsnappen. Uit de gevangenis. Wat? Exit, daar is de exit. En ik loop nu niet door de exit. Oh shit. Holy shit, waar moet ik heen nu? Oh shit. Oeh, die politie rent. Hallo meneer. Hallo, niks aan de hand. Kijk me niet aan, viezerik. Waar ben ik nu? Oh shit, ben ik bij de directeur? Is dit de directeur? Is dit de paycheck die ik kan pakken? Waarom kan ik die oppakken? Je pikt op some money. En donuts. Waarom moet ik de paycheck oppakken dan? Is hier wel ergens een paycheck? Dit is... Hallo mevrouw. Ja, hou je mel! Weg, oh, ze gaan schieten! Nee! Oké, locker room. Dropbox. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Snel! Loop dood! Oké, exit. Ik volg exit gewoon, ja? Ik volg exit. La 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 la. Exit, exit. Ik moet naar links en er zitten rennende mensen achter. Ah, nog meer politieagenten. Hallo! Rennen. We moeten ontsnappen. Wij worden nu... We worden echt volop gezocht nu, hè. Volop gezocht. Ik durf ook niet achter me te kijken, want er rennen er allemaal politieagentjes achter me aan. Kijk maar. Oh, het valt er mee. Oh, daar komen ze! Zo'n reddingsactie. Sorry mensen, als ik iets te hard praat of geel in de microfoon. Exit, naar de rechts. Oh shit, er komen echt heel veel politieagentjes. Exit. Waar kan ik eruit? Hier? Nee? Naar links? Dag meneer politieagent, ik deed niks. Blijf maar daar. Goed zo. Want er komen namelijk wel heel veel mensen achter me aan. Het valt mee. Exit, hier. Exit. Ja! Huppakee. YOLO, ik heb het gehaald. Ik ben ontsnapt uit de politie. Van de politie. Alleen... Ja, het enige nadeel is dat er wel heel veel politie achter me aankomt en dat ik die moet proberen kwijt zien te raken. En ik weet niet hoe dat moet in het spel. Laten we gewoon ons gedragen en dan zien we het vanzelf wel. Hier is het politiestation ook. Ik ga even op de M kijken van de map. Lukt niet. Hoe keken we ook weer op de map? Escape? Nee. F2? Ik weet het niet meer. Ik ben het helemaal kwijt. Ik ben alle knoppen... Oh shit jongens, dit is echt niet goed. Meet world. Road closed. Moet ik niet gewoon de borden volgen? Waar is de politie? Er is nergens politie. Maar dit hoort ook bij de politie. Het loopt hier ook gewoon dood. Oh. Kijk hoe ze rennen dan ook. Echt zo heel erg van... Ik ga jou krijgen, weet je al. Ik zit voorlopig even vast, heb ik het gevoel. Dag meneer politieagent. Nou, de meter neemt wel iets af al. Ik zeg niet veel, maar hij heeft wel ietsje gekrompen. En... Ja, ik weet niet zo goed wat ik kan doen. Op de F klikken. We gaan naar de paycheck. Oké, we gaan hier naar voren. En dan gaan we zo weer naar de bank toe. En dan gaan we kijken wat we moeten doen. Want ik weet het, stiekem gezegd weet ik het toch steeds niet. No one's impressed. Ook op mijn rits open. Sorry, je hoeft ook niet impressed te zijn. Gaan we hier goed de goede kant op? We gaan hier... Naar voren. En de politiemeter is nog steeds niet op de helft. Wat ik wel jammer vind. Ik ben wel af van de politie. Dat scheelt al heel erg.
En in deze open wereld gaan wij nu naar rechts. En daar loopt nog meer politie. Dat is ook een politieagent hier. Hallo meneer, jullie zoeken mij. I have a scumbag right here. Fuck jou, ik wil gewoon netjes gedag zeggen. En ik word zo weer behandeld. Deze game klopt sowieso niet. Stop or shoot. Nou, echt niet. Ik loop gewoon door. En we gaan hier de eerstvolgende naar links. Het is wel een pokken aan het lopen. Maar ja, dat is postal. En die mooie cactus zit een beetje in een desertgebied hier. Dag meneer. Hallo. En de cactussen. Wat een mooie cactus. Er is gewoon een vorm in. Het lijkt net zo van zo'n schaal waar je dan wat je kan uitdelen. Zo'n groenteschaal. Als je dan een jaar of in groep 8 weet je wel. Dan had je zo'n fruithapjes. En dan had je zo'n cactus. Geen cactus, maar een bol. En daarin zaten satéprikkertjes met daarin stukjes augurk of zo. Weet je wel. Daar leek het op. Ik weet ook niet hoe ik daar op kwam. Maar het zag er gewoon uit. Zo'n tractatie ding iets. Nou, de politie wil nog steeds niet weggaan. Wat ik wel een beetje irritant vind. Want zo kom ik natuurlijk nooit verder. Want we gaan nu naar de bank toe. Want we moeten nog steeds die paycheck doen. En ik denk dat ik me niet meer moet laten pakken door de politie. En het wordt ook een probleem. Want als hij schiet, dan ga ik dood. Dat is logisch. Even kijken, waar gaan we heen? We gaan de goede kant op. We gaan helemaal de goede kant op. Running with sisters. Of scissors, sisters. Ik doe scissors. Wow. Games are bad, they make you mad. Nou echt niet, ik ben heel ontspannen. Ik speel gewoon deze game gewoon goed. Wat is dit? Daisy is the devil. Parents for the events. Ze zijn serieus aan het protesteren voor de ontwikkelaar. Is dit de ontwikkelaar? Hier moet ik wel naartoe, de paycheck. Maakt me niet uit. Dit is niet de bank. Kunnen we hier naar binnen? Dag meneer. Dit is zeker het... Ja. Waar ze die game postal hebben gemaakt, denk ik. En hier moeten we een paycheck gaan zoeken. Is het gewoon niet binnen? Ja, het is gewoon niet binnen, denk ik. Is er iets geheims of zo? Of een geheime doorgang? Holy shit. Ik heb wel geld opgepakt. Maar ik weet niet of dat een paycheck is. Ik heb al $110. Dat is redelijk veel. Dit is denk ik een secret of zo. Ik zal dit keer gewoon de deur openen. Dit is het kantoor. Met boeken. Want dat zei kantoor. Er is niet eens een prullenbak. Je kan niet eens lekker gamen of zo. Je moet ook games uittesten. Of ben ik de tester van de game? Oeh! Vince needs to see you, dude. Thanks. Postal 2. Hij heeft ook een Postal 2 t-shirt aan. Hij is waarschijnlijk een van de makers. Hij zei ook van leuk om je weer te zien. Alsjeblieft, ze mogen mij hier. Hier ben ik veilig, ook voor de politie. Oh, even pissen. Kan ik hier pissen? Yeah! Wat een zeikert. Oh, shit. Oh, ik plas over de computer heen. Ja, hier moeten we binnen zeker die paycheck doen. Holy gadver. Dat is echt nasty. La 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 la. Waarom klik je ook op die F? Wie werkt hier? Vince! Hé, hier werk ik! Vince Daisy. Hallo Vince. La 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 la. Ik pis over je heen. La 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 la. Hoeveel kan ik plakken? Oh my god. Oh my god. Nee. Nee, ik doe niks. Wat doe je? Wat doe je? Ik moet een paycheck pakken. Ik moet een paycheck pakken. Ik moet een paycheck pakken. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Erin, erin. Nee, ik ga dood hier. Ik ga dood hier. Ja, dood. Shit. 2% leven. Hoe kom ik hier weg? Ik mag niet plassen over mensen. Regel nummer 3. Regel nummer 3. Jezus Christus. Hoe kan ik die game uitspelen? Rustig, Vincent. Games are bad. They made you mad. Onthoud het even.
Waar moeten wij mee heen lopen? Oké, hoeven we niet ver te gaan. Volgende tactiek. Politie nog steeds achter me aan. Heel bad. Ik ben echt de slechterik. Ik voel me echt de slechterik. Terwijl ik juist alleen maar een pak melk moet halen. En ik moet een paycheck doen, mensen. Ik voel me echt een crimineel. Ik hoef geen bank te bro. Damn, wat heeft hij een groot hoofd, zeg. Goed zo. Schiet hem dood. Schiet de politie dood. Goed zo. Mooi, ze verdedigen me. Kill violent videogamers. Hou je mond! Ik heb ze zo'n zin om zo'n genadeklap te geven. Oké, nou hoop ik heel erg dat ze niet gaan schieten. Ik zal niet meer pissen over die mensen heen. Regel nummer 3, onthoud. Oh shit, medic. Ik had eerder medics moeten vinden. Iets te laat. Exit. Ik kan daar naar beneden, maar ik weet niet of dat... Is hij Vince? Oh, hallo meneer Vince. Is dit de paycheck? Yeah, ik heb de paycheck. And done. Cash paycheck. Oké. Okay. Oh, je gaat je pick-up. Oké, okay, ik snap hem. Who's with me? Come on everyone, follow me. Oh shit, wat gaan ze doen? Ze hebben pistolen in de hand. Ze gaan serieus aanvallen. Holy fuck. En ik heb helemaal niks. Ik heb niks. Ik heb geen pistool. Ik heb geen wapen. Help me! Help me! Ik moet de pistool pakken! Ik moet de pistool pakken! Vuur! Vuur, het zal je leren! Vuur! Huppakee! Ja? Wat is het nou, hè? Je gaat niet op me schieten! Sorry, dadelijk wordt hij boos. Je gaat niet op me schieten. Je weet het niet bij die mensen van Running with Scissors. Schiet, haast niet raak. Ik pak die medic nog even op. I feel better already. Mooi, heb ik nog... Oh, lalalalalala. Waarom maak ik ze... Gaan hun op me schieten? Ik weet niet of ik ze moet schieten. Ze horen bij mij. Gaan ze mij schieten? Ze zijn wel... Ze hebben het wapen op me gericht, hè? Richt niet dat wapen op. Ik vind het eng. Richt dat wapen niet op me. Oh! Ze helpen ook niet mee, ze staan op mij gericht. Ga niet op mij richten, ik doe niks. Ik loop zomaar naar buiten en... Ik heb zo'n zin om te schieten en zijn wapen af te pakken. Maar ik weet dat het niet goed gaat, want ik heb niet genoeg kogels. Maar waarschijnlijk wel, maar als die op mijn opkomst zoeken... Nee, ze zijn goed, ze zijn goede mensen. Ik hoef er niet achteraan. Oh, damn, dit is echt een spannende aflevering, mensen. Oké, okay, mensen, of ik ooit verder kom om mijn paycheck op te halen zonder politie. Hij is bijna weg, de politie. Dat zie je in de volgende aflevering. Doei doei!